Als we tegen Ajax spelen, dan ben je gewoon voor Ajax? Tuurlijk. Landverrader. Kan niet zo mijn club switchen, hoor. Maar het is een lokale club, dus kleine support mag wel. Ja, heel Almere is in rep en roer omdat Almere City is gepromoveerd naar de Eredivisie. Het is hier super druk en mensen zijn super blij. En nu doen we dan dat begin van dat clublied wat niemand kent, doen we er dan onder monteren. Toch? Wij zijn zwarte schapen vanuit Amsterdam. Hey, gefeliciteerd hè? Met wat? Almere City is gepromoveerd. Heeft u daar wel eens van gehoord? Nou, nee. Dat is een voetbalclub. Oh, nou nee, dank je. Het leeft enorm. Hey, gefeliciteerd. Dank je wel. Kun je me zo eventjes uitleggen? Almere is gepromoveerd. Het bestaat nog helemaal niet zo lang. Wat doet het met je? Nou, heel veel. Weet je, het is echt een stad om trots op te zijn. En, ja? Dat we dit in zo'n jonge geschiedenis hebben kunnen bewerkstelligen, dat is alleen maar prachtig. Want jij komt ook oorspronkelijk uit Almere? Nee. Ik kom uit Limburg oorspronkelijk. Wat doet het met je dat Almere City is gepromoveerd? Het geeft wel een fijn gevoel dat de club hier zo naar hoger niveau is gegaan. Ik zit nog niet zo heel erg diep in de voetbalmaterie, laat staan Almere City. Maar ik weet natuurlijk dat Feyenoord bijvoorbeeld hand in hand, kameraden. Wat is het clublied van Almere City? Nou, we hebben Late Zon in je hart van René Schuurman. En ik kom vanmiddag hier live het nummer zingen. Late Zon in je hart, ja. Ze schijnt toch voor iedereen. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Hey, dankjewel hè, fijne dag. Dankjewel. Wat zeg je als we tegen Ajax spelen, dan ben je gewoon voor Ajax? Tuurlijk. Kan niet. Landverrader. Kan niet zo mijn club switchen, hoor. Maar het is een lokale club, dus kleine support mag wel. Dus als het Almere tegen NEC is, dan speelt dat eigenlijk nog in de Eredivisie? Ja. Het speelt nog in de Eredivisie. Dat zijn voor Almere, maar Ajax niet. Waar het vanochtend niemand echt leek te interesseren dat Almere City was gepromoveerd, is het nu toch wat drukker aan het worden nu de huldiging nabij is. Hey, de spelers komen zo, hè? Ja, spannend. Echt spannend. Ja, mega spannend. Ja, we zitten vol verwachting. We kunnen niet wachten. Snap ik. Hey, Almere City, hoeveel hart voor de zaak heb je? Nou ja, we kwamen er iedere vrijdagavond. En dat wordt nu zaterdag en zondag. Dus ja, groot hart. Ben je trots om uit Almere te komen? Ik ben een trots Almeerder. Nou, super. Maar stel het wordt Ajax Almere City. Waar bent u dan voor? Ja, spannend. Dat weet ik niet. Op het moment zelf... Weet ik niet. Dus u staat hier lekker, maar echt affiniteit met de club, dat is te veel gevraagd. Dat is te veel gevraagd, maar. Hoeveel van deze goudgele rakkers gaan er nog in? Nou ja, een stuk of 27 kan je wel zeggen. Ja, het is toch, dit moet je vieren. Dit is promoties mooier dan kampioen worden. Ben je nu? Je hebt nu al die spelers die komen dan nu, de huldiging zit erop. Ja, het is heerlijk om te zien. Ik ken een paar mensen uit het team. Het zijn grote spelers. Eindelijk mogen ze in de Eredivisie aantreden. Lang in de Eerste Divisie gezeten. We tikten de play-offs steeds aan. En dan nu de Eredivisie, ja, is toch mooi. En jij als grootste fan dacht, ik kleed me er ook op. Ik dacht, ik doe alleen een rood broekje aan. Gisteren het rode shirtje was doorweekt door het weer. Maar ik heb mijn haartjes altijd bij me. Daarom. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan. En druk op het belletje. Doen!